Rijkswaterstaat vervangt de tuien van de Galekoppenbrug in de A12 richting Arnhem. Dit zijn de stalen kabels die het brugdek dragen. Het vervangen van deze stalen kabels, waarbij de brug grotendeels open blijft, is voor Nederlandse begrippen een unieke operatie. De oude tuien bestaan ieder uit een bundel van 6 dikke stalen strengen. In de nieuwe situatie bestaan de tuien uit meerdere holle buizen, waar ongeveer 65 kleinere strengen per buis in zitten. Dankzij dit systeem kunnen we de strengen, als dat nodig is, makkelijker vervangen. Wat gaan we doen? Eerst plaatsen we een nieuwe draagconstructie op de toren. Deze constructie noemen we een zadel. Hier lopen straks de nieuwe kabels doorheen. Vervolgens zetten we de holle buizen op de brug in elkaar. Daarna bevestigen we de buizen aan het brugdek en aan het nieuwe zadel bovenop de toren. Het hijsen van het zadel en de buizen doen we zonder verkeer op de brug. De A12 wordt dan richting Arnhem een aantal dagen in een weekend afgesloten. Nu kunnen we de oude strengen vervangen. Dat doen we stuk voor stuk. Om de kracht van 1 oude dikke streng over te nemen, zijn ongeveer 22 nieuwe strengen nodig. We trekken de eerste 22 nieuwe strengen door de holle buizen over de toren heen en zetten deze vast. Voordat we de oude streng kunnen verwijderen, moeten we eerst de spanning ervan afhalen. Omdat de brug ook nog aan de oude streng hangt, staan daar namelijk grote krachten op. Met een speciale klem trekken we aan de streng. Zo verdwijnt de spanning in het onderste deel van deze streng. Nu kunnen we deze veilig doorsnijden. Dit proces van aanbrengen van nieuwe strengen en het doorsnijden van de oude streng herhalen we tot alle oude strengen zijn doorgesneden. Dat doen we in totaal 24 keer. Het doorsnijden van de oude strengen doen we in de nacht. De brug wordt dan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Tot slot verwijderen we het oude zadel, plaatsen we een nieuwe kap op de toren en krijgen de torens een frisse nieuwe kleur.